Yo mensen, Jiraski weer hier met alweer een nieuwe aflevering van mijn Black Ops Road to Commander. Ik kom er nu echt achter dat dit super veel tijd kost om zo'n Road to Commander te maken. Elk game dat je wel speelt moet je opnemen, elk game dat je speelt moet je commentaten. Je moet alles rennen, je moet alles goed inplakken. Het kost echt super veel tijd. En ik hoop dat het een beetje goed wordt bekeken, want dat weet ik natuurlijk nu nog niet. Omdat ik nog geen flauw idee heb hoe goed het wordt bekeken, want ik neem het allemaal op één dag op. Ik ga proberen in één dag meteen die prestige te halen en meteen alle filmpjes hebben opgenomen. We zijn alweer level 24, dus het gaat de goede kant op. Class heb ik weer een beetje aangepast. Mijn NPC class heb ik weer een beetje aangepast. Niet deze class, want deze class is gewoon nog precies hetzelfde als de vorige game. Die überhaupt echt gewoon keihard faalde de vorige game. Dat was dat game in het minimapje en dan ging ik echt alleen maar dood. Even kijken hoor. Mijn killstreaks heb ik ook weer een beetje aangepast. Ik heb nu de Hellfire missile aangezet. Dat dikke ding, weet je wel. Die je de hele tijd op die kaart ziet. Het lijkt op een predator en die kralt dan uit elkaar en dan krijg je opeens 20 kills mee. Dat ding heb ik nu aangezet. Je kostte 700 punten, dus mijn eerste killstreak is bij 700 punten en dan loopt het vanzelf op. Je weet het nu wel zo'n beetje. Maar je weet iedereen het wel. Ik hoef eigenlijk niks meer uit te leggen over dit spel, want iedereen heeft het zo'n beetje wel gespeeld nu. Iedereen weet een beetje hoe het werkt allemaal, dus ik ga niks meer uitleggen ook. Even kijken of er hier eentje op me afkomt. Ja hoor, er komt er een. Oh, hij heeft me gekillt. Oh, dat is jammer. Ah, dat is jammer. Ook met de Factor. Ah, had er een laser sight. Of volgens mij had hij me dan gewoon genoscoped, maar dat weet ik natuurlijk niet, want ik had de killcam weer meteen geskipt. Dat doe ik altijd. Ik moet eigenlijk een keertje de killcam gewoon een keertje afkijken, maar dat doe ik nooit. Misschien niet echt handig van mij. Dat is mijn B-vlag, jongen. Die mag je niet. Grrr. Mijn B-vlag. Ik word boos als je dat ding pakt. Oeh, dan wil je nu weten hoe boos ik kan worden. Nee, ik word nooit boos. Kunnen we... Oh, we killen ze alle twee. Lekker dan. Hoppatee, zo doe je dat. Ah, en dan word ik gekild. Nou, die Factor is... Ik weet niet precies wat er met het wapen is. Ik denk dat de MP7 ietsje sterker is dan de Factor. Ik kijk nooit naar de damage of zo hoor. Ik test altijd een wapen zelf uit. En als ik dan een chill wapen vind, dan vind ik hem chill. En als ik het echt gewoon een schuitwapen vind, dan vind ik het schuitwapen. En ik kijk nooit naar wat de Call of Duty zegt over het wapen. Van, ja, de damage is zo hoog, dat is zo hoog, dat is zo hoog. Dat ik kijk nooit naar, want de helft van de tijd klopt het namelijk toch niet. Dus, ik beoordeel een wapen zelf. En als ik het een kutwapen vind, dan gebruik ik hem gewoon niet klaar. En dan kan Call of Duty nog zeggen, ja, je hebt altijd one shot van kill of zo. Nou, als ik het een kutwapen vind, dan gebruik ik hem niet, hoor. In Call of Duty 4 klopte daar overigens echt gewoon helemaal niks van, in Call of Duty 4. Als je dan kijkt naar de damage of zo, dan zal het zeggen 80%. En... Terwijl het maar 40 of zo is, weet je. Dan klopt het eigenlijk helemaal niks van. Dat vond ik best wel grappig om dat te zien op Call of Duty 4. Maar even kijken, want hun gaan nu lopen sprayen. En dan kan ik ook terug sprayen, jongen. Nee, kijk uit. Er staat er een achter die steen. Ik weet niet of we die kunnen killen. We hebben wel de B-vlag. We winnen ook eindelijk. Ik zei het in een van mijn vorige commentaires, alweer een tijdje terug. Zei ik, ja, maar de squad is wel wat beter geworden. En we spelen nog steeds in dezelfde quad. En je kan het nu ook zien aan de vlag, aan de points, aan de wins en aan de losses. Dat de squad wel beter is geworden. Ze hebben het spel een beetje onder de knie. Ze halen betere scores. We gaan daardoor ook lekkerder. We gaan allemaal daardoor lekkerder. Dus dat is wel leuk om te zien. Dat hun ook weer beter worden. Oh shit, komt er een. Pak deze Remington eens op. Ik heb nog nooit met shotgun gespeeld. Hoppatee, die hebben we gekillt. Dan hebben we die Hellfire missile. Even kijken hoor, dat gaan we gewoon uittesten. Even kijken. Oh, hier zijn ze. Even kijken, 2 kills. Ja, 2 kills, hoppatee. Nou, toch 2 kills. Ik had er meer verwacht, maar er liepen er nou net niet meer bij elkaar. Dus ik kon er ook niet meer killen. Maar dat maakt op zich niet heel veel uit. Ik ben geflasht. Oh, daar ben ik nog nooit geweest in dit spel. Zo, die flash duurt lang, joh. Die flash duurt echt lang. Hij is er nog steeds. Ga weg, flash. Of het is een EMP-grenade, denk ik dat het is. Het is geen flash, het is een EMP. Kijk, hij is nu weg. Hoppatee, nu zien we weer wat. Ik ben helemaal verkeerd gelopen, zo te zien. Nou ja. Maak ik verder ook niet heel veel, hè. Kijk, jongens, ze komen aan. Ze komen. Die voor je. Oké, shotgun heb ik ook uitgetest. Eerste keer met de shotgun, jongens. Hebben jullie dat ook nog even gezien? Zo, ik weet niet wat die vent aan het doen was. What the heck? Hij kon me makkelijk killen, joh, die vent. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Zo, ze spannen weer lekker allemaal naast me. Oh, we zitten daar nog een te campen. Ah, jammer, 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 jammer. We hebben wel weer een nieuwe killstreak. Even kijken wat dit is, hoor. Wat is dit? Ik roep hem gewoon in. Het is een helikoptertje. Ik weet niet precies wat het is. Even kijken of hij veel kills maakt, anders zet ik hem gewoon weer uit. Even kijken hoor. Nou, maak veel kills, jongens. Maak veel kills, Heli. Ik vertrouw je, kom op. Je kan het. Ja, oh, oh, oei. Kijk eens aan, hij heeft een kill. Jij spant weer mooi naast me. Hoppatee, hij heeft nog een kill. Toen word ik verschoten door iemand. Hoppatee, hij heeft nog een kill. Ah shit, hij sprong eruit. Ik zat hem op te wachten. Ik dacht, gooi ik een nade tegen zijn horses aan. Springt hij net het ruimpje uit als ik een nade gooi. Dat gebeurt zo vaak. Dat is echt hinderlijk als dat gebeurt, joh. Oké, die kunnen we niet killen. Jammer is dat.
Even kijken hoor. Nou, we houden gewoon even de MP7. De eerste ronde zit er toch bijna op. Dus we kunnen net zo goed even de MP7 houden. De volgende game pak ik denk ik wel weer even een andere clash. Ja, ik pak nu een andere clash. Ik heb het gehad. Afstand clash. Ik ga niet meer van dichtbij. Ik ga weer even op afstand schieten. Want ik zie dat hun dat ook doen. Dus dan moet je een beetje aanpassen aan wat hun doen. En dat werkt meestal wel. Behalve als ze in, staan te campen in een kapot vliegtuig of zo. Ik weet niet waarom je daar zou campen. Maar als je dat wil doen, dan ga je gang maar. Hoppatee, we hebben gewonnen. Eindscore 21-8. Volgende ronde komt eraan. Let's go, jongens. Ik vind dat rondesysteem echt gewoon chill. Je kan nu gewoon... je voordeel trekken aan waar je spant. Eerst kon dat natuurlijk echt gewoon supergoed. Dan span je zeg maar aan die kant. Dan had je het voordeel dat je de B-vlag kon pakken of de A-vlag kon pakken. En nu is dat verschil wel een beetje uitgehaald. Want nu span je dus... Allebei span je een keertje aan de chille kant. Alle space span je een keertje aan de slechte kant. Niet dat ik nu heb gemerkt van... Oh, die kant is chiller dan die kant of iets in die richting. Maar... Dat is wel dus beter uitgewerkt, die rondes. Ik vind het wel weer cool, cool bedacht van ze. Beetje overgenomen van andere spellen, maar ernaast gehouden is het gewoon mooi. Ook weer een goed idee van Call of Duty. Ik weet niet wat jij nou weer stond te doen, vriend, maar dat was niet echt handig van je, want Jan. Ah, hij stond hard te hardscope, jongen. Ik dacht, die ziet me niet. Die kan me nooit snipen. Nee hoor, ik kom ik even in mijn hoofd. Nou, laten zien en... Ja, yeah, sniper in mijn kop. Oh yeah. Oké, ik hoor ze hier lopen aan de rechterkant van me. Ja hoor, daar komt hij aan. Ah, dan heeft hij me ook nog. Dat was slecht van me, man. Dat was echt slecht van me. Kijk, ik heb mijn UAV uitgezet, hè. En je ziet het nu. Bijna niemand heeft UAV aan. Ik was dus al die games zo'n beetje de enige die UAV aan had. Ik zie het nu. En dat vind ik best wel irritant. Want mensen die bijvoorbeeld een slechte score halen, die kunnen beter een UAV aanzetten. Dan krijgen ze nog wat punks. Dan kunnen ze weer een andere killstreak halen. Dan dat ze echt gewoon, we gaan beginnen met weet ik veel wat voor killstreak. Maar ze zoals mij beginnen met die Hellfire Storm. En dat ga je echt niet halen hoor, als je echt te slecht bent. Als je gewoon een noob bent. Nou, hou je dat echt niet. Dan kan ik je heel veel vertellen, maar... Kijk, weet die UAV aan hebben en met die UAV dan weer je killstreak halen. Dat is veel beter. Maar ja, als ze lekker die UAV uit willen zetten, dan gaan ze dat maar lekker doen. Maakt mij ook niet heel veel uit. Nou, eigenlijk wel, maar... Maakt mij ook niet over uit. We moeten even die vlag terugpakken, jongens. Kom op. Ik ga niet weer de enige zijn die die vlag gaat terugpakken, hoor. MP7, tijd te rennen, want die B-vlag af. Type 25 heb ik het nu al een beetje mee gehad. Ik ga zo meteen weer even een ander wapen aanzetten naar dit game. Gewoon een beetje alles afwisselen. Steeds leuke wapens aanzetten, minder leuke wapens. Met alles zo een beetje spelen. Dan blijven jullie dit namelijk ook leuk vinden. Want als ik alleen met hetzelfde wapens speel, dan is er natuurlijk na een tijdje helemaal niks meer aan. Ah, ik word geschoten. Ah, shit. Ik dacht ik schiet hem achter had ik een gun, maar dat lukte niet. Nou ja, we hadden er wel een kill achter, dus ik vind het wel goed. En dan ben ik maar lekker dood gegaan. Maakt mij niet uit. Even kijken hoor. Even een nekje naar binnen voor als er iemand ligt te campen. Nee, niemand. Oh, de game begint weer even te laggen. Die nades ontploffen best wel laat, die frag grenades. Ik denk dat ik zo meteen ook even Sentex aan ga zetten. Ik denk dat ik gewoon even mijn hele class weer ga aanpassen. Het is wel weer een tijdje geleden dat ik weer een hele nieuwe class had. Het wordt er wel eens tijd voor. Hostile Dead Machine, heb je die er ook weer? Ja, zag ik niet zitten, hè. Zit die daar, man. Oh my god, niet daar gaan zitten campen, jongen. Ik weet dat je die vlag wil beschermen, maar ga dan een rondje lopen om dat vliegtuig of zo. Ga niet in zo'n freaking hoekje zitten campen en hopen dat je fucking kills krijgt. Want dat slaat gewoon dik op niks. Word gekillt door een Hellfire missen, of... Jongens, ik zeg de hele tijd al die killsticks fout. Sorry hoor, maar ik ken al die dingen nog niet uit mijn hoofd. Ik zeg de hele tijd alles fout. Je schiet dat ding uit de lucht dan. Hoe moeilijk is dat toch niet? Hier, hij is bijna kapot. Kom op. Oké, hij is nog best wel moeilijk ook. Ja, jongen. Kom nou even dichterbij vliegen dan. Oh, ik kan hem ook gewoon niet meer raken, joh. Ik raak hem volop, maar ik kon hem gewoon niet meer raken. Hij was te veel ver weg of zo. Ik weet niet precies. Ik raakte hem namelijk niet. Ik was out of ammo, dus ik ging er gewoon even achter zitten, hoor. Jongens, nou, we verliezen dit game ook nog, man. Ik zei net aan het begin van dit commentaar, ja, mijn team is wat beter geworden. Maar dat enemy team die zit gewoon dik hard te campen op die B-vlag, waardoor wij hem niet kunnen pakken. Dat vind ik echt hatelijk. Ze zijn allemaal bij die B-vlag, jongen. Wij kunnen hier nooit meer weg. We kunnen nooit meer uit onze span, omdat hun allemaal staan op te wachten. Oké, assist. Lekker dan, jongen. Dan weet ik tenminste dat hij dood is. Ja, een nade op mijn hoofd. Kom er maar mee. Kom op, jongens. Kom op.
Nou, ik kan nooit meer die B-vlag terugkrijgen. Nou, we hebben toch maar 1 minuut. Dat gaat me toch niet meer lukken. Ik ga het ook niet meer proberen ook. Ik ga nu lekker kills krijgen. Even de laatste paar kills halen. En dan zit de game er alweer op. Eerst moeten we die kills nog even pakken. Oké, die killen we. Ik zit er hier nog een. Ik weet niet wat dat nou weer is. Het ding gaat ook niet kapot, hè? Ja, we hebben hem kapot, hè? Het duurde even, maar dan is hij wel kapot. Ik kan niet ons team niet meer killen. Die killen we ook. Killen we ook. Securing B. Ja, daar ben je nu te laat mee, jongen. Je hebt nog 10 seconden, dan winnen we toch niet meer. Pak ze ook echt nu B, hè, terwijl het game is afgelopen. Pak hem dan even wat eerder, man. Dan heb je toch veel meer aan dan dat je hem nu pakt. Zo, we hebben nog even een mooie eindstreak gehaald. Ik was ook wat stiller. 35-17. Slecht scoren, slecht game. Maar ja, ik moet alles uploaden, jongens. Dus of je gaat goed, of je gaat slecht. Ik kan er verder ook niks aan doen. Maar ik hoop toch dat jullie de films leuk vinden. Ook al ga ik slecht. Ook al haal ik geen 80 kills zo per game. Jongens, vergeet de video alsjeblieft geen duimpje omhoog te geven. Dat helpt me enorm. Bedankt voor het kijken. En ik ga jullie weer zien bij een volgende commentaar. Dus bye bye.